gaat het gebeuren, hè? De mooie strip erbij. Ik ga je even een hand. Hi, Bertje van Mierlo. Hi, Bertje van Mierlo. Nou, jullie krijgen als eerste van Almelo het eerste gezin van de 23.500 gezinnen. Die krijgen jullie de PMD-containers, zoals dat zo mooi heet, voor plastic, metalen en drankkartons. En nou ja, even als weetje, zeg maar, 90% van de Almeloze gezinnen hebben gezegd van wij willen graag zo'n bak. Om meer en beter te kunnen scheiden en vooral de zaken die weer als grondstoffen weer kunnen worden gebruikt, om die beter te scheiden. En nee, jullie zijn de allereerste, dus met een strik eromheen bieden we jullie van harte aan. In de hoop dat dit bijdraagt aan de opgave waar we met z'n allen voor staan. Hey. Een kleine mini-container. Oh. Kijk eens. Al jullie eigen container. Een mooie strik eromheen, dan heb jij je eigen container. Kan je dat mooi op je bureau zetten. Dat is dan plastic, hè? Die is voor jou. Oh. En die is voor jou. Alsjeblieft. Geraakt, mooi, hè? Nee, maar jullie zijn, had ik begrepen, al heel, heel bewust bezig met het scheiden van afval. Gooi er maar in. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik vind het leuk. De kinderen die zagen eruit om hier aan deel te nemen. Ja. Maar hoe kwamen ze zo bij u terecht? Nou, mevrouw. Misschien kan mevrouw dat meer vertellen. Een vriendin van ons die vroeg ons. En toen hebben ze ons in contact gebracht. Maar het was ook omdat ze zeiden van nou, jullie zijn ook wel echt geschikt voor. Jullie gaan voor gezondheid. En dus vonden ze ook. Mijn man is personal trainer. Dus toen dachten ze van nou, dat is wel leuk. Zo, dit is ook goed bezig zijn voor gezond milieu. Ja. Ga maar iets zeggen, Mies. Mensen krijgen straks deze containers. Je ziet in de container, bij de container achter mij, daar staat de deksel iets omhoog. En het is goed dat mensen daar niet gelijk over gaan bellen, want dat is helemaal niet nodig. Dat komt omdat ze zo van de vrachtwagen zijn afgekomen. Die zaten in elkaar geklapt. En dat trekt dus binnen korte tijd bij. En, dus iedereen krijgt gewoon een goed sluitende bak.